een keizer. En dat is op dit moment Patrick Roest. Gaat hij zijn best doen om ook die vierde afstand te winnen? Gaat Van Workum voor een sensatie te zorgen door toch derde te worden? Dan moet hij, ook op de laatste afstand, de vierde afstand van dit toernooi, zichzelf verbeteren. En fors ook. Hij is in de vorm van zijn leven, Jordi Van Workum. Persoonlijk record 500 meter, persoonlijk record 5 kilometer, persoonlijk record 1500 meter. Zou het ook kunnen op de 10? En dan moet het een fors persoonlijk record zijn. Ja, dan moet hij naar de 12, 13. Ja. Ik zit toch zo met die 12 in mijn hoofd. Maar die geweldige prestatie van Boze Snelling. Ja, je zou de kippenvel verkrijgen van zo'n rit. Wat gaat Roest doen? Het is natuurlijk een geweldig allrounder. Werd drie keer wereldkampioen allround achter elkaar. Helaas voor hem rijden we niet met ieder jaar een week allround. Een van de oudste vormen van competitiesport wereldwijd, allround schaatsen. Daar wordt aan getornd door ASU. Dat is jammer. Deze eeuw reed alleen Kramer vier keer goud op alle afstanden. Na de Tweede Wereldoorlog zes keer en daarvoor maar één keer. Dus het is pas zeven keer gebeurd bij het enkel round dat iemand alle afstanden won. Maar laten we eerlijk zijn, Martin. Dit is ook weer een echt Nederlands kampioenschap. We hebben toch een aantal jaren gehad. Ja, dan was er een Olympisch seizoen. Iedereen was er niet. Dan was het geen kwalificatiewedstrijd. Dus niet belangrijk genoeg. Nu staat er veel op het spel. Er is een ticket te verdienen voor het Europees kampioenschap. En ze zijn er op een uitzondering na. Kijk, dit is mooi. Dit zijn oud-ploeggenoten. Bosker en Roestijn vertrokken dit jaar. En gun het, jonge Snelling. Ja. Roest altijd met die handschoen. Kenmerkend dat ze warm is. Geweldige 1500 meter. 1.44.0 vandaag in een allround toernooi. 31.4, 31.6. We moeten die tijd van Van Workum vergelijken met die van Bosker. En dat zal de richttijd zijn voor Van Workum. En dan weet je dat de persoon die voor 1437 is. En dan weet je ook dat hij op alle afstanden vandaag en gisteren een persoonlijk record is. Dus de stadionspeaker Geert Kuiper heeft het inmiddels voorgezegd. Hij moet 13-13-37 rijden. 13-13-84. Maar ja, in de wetenschap dat hij 13-37 als persoonlijk record heeft staan. Dan moet hij zichzelf bijna een rondje inhalen. Ja, maar als je zo goed bent, kan alles. En hier, PR 12.35 hier gereden. En hij zit op een schema onder dat van Bo Snelling. Maar Bo Snelling begon eigenlijk in het laatste gedeelte zijn rondetijden af te bouwen. Roest weet dat, Roest kan dat ook. Maar Roest heeft hier ook veel fans. Hij is van een grote schaatsvereniging in Zuid-Holland. De Lexreek. Ja. Die zei nu dat het met veel mensen leuk is als je kijkt naar de bezoekcijfers. Het meeste publiek komt uit Zuid-Holland. Maar de ijsbaan ligt hier in Friesland. Ja, en straks, Martin. Het gaat niet zo goed, hè, met Den Haag. Als we pech hebben, gaat de Uithof problemen krijgen om te overleven. Voorlopig lijkt het op de drie van de vier kampioenen. Een roots hebben op de Uithof. Het heeft te maken met energieprijzen. Gaan we hopen dat daar nog een nieuw investeerder komt in Zuid-Holland op de Uithof. Alle ijsbanen hebben het lastig, net als de zwembaden. We hebben ons bewust van Roest versneld naar 31.0. Hij heeft nog een halve seconde voorsprong. En Van Workum rijdt op dat schema van Bosker. En daarmee is die... Kijk, een ritje open. Hij krijgt het ook warm. Ja. Bijna een mission impossible als je kijkt naar het persoonlijke record. Maar ja, als het moet gebeuren, is het vandaag. Je ziet hem al wat moeilijker bewegen. De man met de sios al afgerond.
Ja, het verschil wordt kleiner. Minder dan een halve seconde. Nog steeds in het voordeel van Roest. Ja, is het zo belangrijk om die vier afstanden te winnen? Het zijn unieke lijstjes. Ook Roest is liefhebber. En maar het gaf wel aan dat hij het kampioenschaprecord op de 10 kilometer niet kende. Maar vier afstanden winnen, hij weet echt wel hoe uniek dat is. Aan de andere kant, Roest heeft ook wel eens de fout gemaakt dat hij zoveel en zo vaak en zo diep ging. En dat is vaak gebeurd aan het einde van het seizoen toen nog, de WK afstanden, dat het hem daar niet lukte. Die piek die moet straks in maat liggen. Dit kampioenschap, dat heeft hij al binnengehengeld. Moet hij nu tot op de bodem gaan om die tijd van Snelling te verbeteren? Het is niet nodig. Hij mag anderhalve ronde verliezen. Zo groot is zijn voorsprong in het klassement. Hij gaf ook aan in het interview, het doet altijd pijn. Dus je kunt beter maar wel druk op de benen rijden. 30-9. In deze fase van de race reed ook Snelling rondje 30-9. Hij kopieert bijna de rondetijden van Snelling. En dan kijken we naar Van Workum met rondjes 31-9. Gaat hij naar de 13-17. En dan gaat hij die 13-13, die nodig is om derde te worden in het klassement, niet halen. Maar je ziet aan zijn gezicht al dat deze grote man Kogeland al aan het lijden is. En we zijn nog niet op de helft. 30-8. Hij pakt weer een fractie ten opzichte van Snelling. En maar inderdaad, Van Workum gaat niet die bronzen medaille plakken. Zie je de ontspanning nog steeds op het gezicht van Roest? Het is ook nog vroeg in de 10 kilometer, maar we hebben het ook wel eens anders gezien. Bij Roest straalt er van alles af dat hij lekker in zijn vel zit. Dat hij zich happy voelt. Dat hij gelukkig is in een nieuw team. Hij was overigens ook prima op zijn plek bij Jack Ory. Maar veranderen is ook wel eens. Het is ook niet gek dat je in je carrière een keer wat anders wil. Een andere omgeving. Van Workum knap van de 32 weer naar de 31. Bosker is nog niet zeker. Maar voorlopig valt het kwartje aan de goede kant voor Bosker. En dus ten nadele van deze man, Van Workum. Die zit nog in de development team van Jumbo-Visma. Niet in de A-ploeg. Hij doet het goed, 30-6. Ja. Maar ja, er kwamen er ook nog 29ers, hè? Maar dat uit de benen van Snelling. Dat weet Roest. Ja. Ja, het is wachten of Roest gas gaat geven. In Calgary had hij moeite met het team. Keek hij wat naar beneden. Het is geen man die gemaakt is voor die hooglandbanen. Huppelt nog door die bocht heen. Het gaat zo makkelijk. Ja. En nu staat dat bord op 10. En met 10 ronden te gaan, ging het gas open. Hier gaat het ook open. 30-4 is nu de rondetijd. Anderhalve seconde is de marge. En we zien dat Van Workum inmiddels is begonnen aan een leidersweg. Hij rijdt wel ver onder zijn persoonlijk record. Dus dat vierde persoonlijk record in een toernooi. En voor zover ik nu het overzicht heb, is hij de enige die dat presteert. Dat zit eraan te komen. Ja, bij de vrouwen. Net aan, niet bij Robin Groot. Die reed de 3. 30-1. 2 seconden marge. Hij gaat voor die 4 afstanden. Je ziet een staatje daar rechts onder het beeld, dat is het klassement. Van Workum heeft nog 16e over, nu nog 15e. En in 8 ronden is dat een hele kleine marge, het is nog 14e. Ja, als Roest hem nu in gaat halen en je kunt aanhaken, dan heb je nog een kans. Maar daar staat 0,3. Dat is 0,3 van een seconde. Dat is de marge die deze Van Workum nog over heeft. Bosker kan ook schema's lezen. En nu liggen ze aan elkaar gelijk. En vanaf dit moment is het rondje rood geworden. Ja, 29. Ze gaan komen. Goh. Nu al. Hij
Hij gaat dus voor de clean sweep, zoals het heet. Ongeslagen status in een allround toernooi. Geen foutje gemaakt. 29-69. Hij doet hetzelfde als wat Snelling deed. En Bosker weet zo ongeveer, het is wel binnen. Brons is nu genoeg voor deelname aan het Europees kampioenschap. En ontspanning bij deze allrounder Pursang. Olympische medailles op de 1500, de 5 en de 10 kilometer. Alles nog zilver. Maar liefhebber genoeg om door te gaan tot en met Milaan. En kijk naar de 29-4. Hij krijgt nu bijna Van Workum in zicht. Met nog 5 ronden te gaan. Ja, hij ziet hem nu. Van Workum onder in beeld. Daar is al Patrick Roest. Die gaat zoveel sneller. 32-8 voor Van Workum. En 29-4 voor Roest. Dan heeft hij een mooi richtpunt nu. En dan kijkt hij naar beneden. Aerodynamische houding. Roest gaat onder de 12.50 rijden. En Jordi van Workum zit nu boven de 13.20. Doet het heel goed. Maar dat betekent ook dat straks Kars Jansman hem voorbij is in het klassement. Dat levert Jansman dan geen top 3 klassering op. Maar die stijgt dus nog wel ten koste van Workum. 29-2 gaan we de 28er nog meemaken. Het lijkt allemaal vanzelf te komen bij Roest. Het hele toernooi al. Ja, en wat moet dit een opluchting zijn voor team Reggeborg. Want zij begonnen aan een avontuur, een allround team. Terwijl ze jarenlang alleen maar sprinters hadden. Keurig gaat hij daar aan de kant van worden. De beste allrounder ter wereld binnengehaald. En die heeft plezier. Hier de beweegt makkelijk. Staande ovatie intussen voor Roest. Twee ronden nog. 29-1. Hij kan elke ronde nog weer sneller. Dan zag ik rechts onder het beeld toch ook nog Jan Ikema zitten. Ook nog eens een aardige medaille gehaald in Calgary. Bij de Olympische Spelen. Kijk, die zien het ook allemaal. We gaan naar de bel voor een geweldige 10 kilometer van Roest. Ik ben wel benieuwd naar die rondetijd. Ik denk dat hij richting de 28 gaat. Het publiek staat al bij de bel. 29-1 nog een keer. En nou de laatste ronde. Wat een kampioen. 4 afstanden winnen. Het is maar weinigen gegeven. Dan ben je van uitzonderlijke klasse. En dat is hij. Kijk eens. Hij versnelt nog. Hij heeft plezier. Dat is wat hij uitstraalt. Dat moet hij vast zien te houden. Tot in maart. Als de WK afstanden hier zijn. Maar eerst nog even dit. De 4e afstand is binnen. In 12:44:52. Ja. Daar zagen we Robin Derks, de trainer van de allrounders. Van Workum krijgt de bel. 4 afstanden gewonnen. Kijk eens naar het puntentotaal. Ja, bizar. Bizar goed. Het is een barenkorpunten. En dat bij een Nederlands allround kampioenschap. Van Workum gaat weer een persoonlijk record rijden. Het is zijn 4e in dit weekend. Het is net niet genoeg. Het is niet genoeg voor een top 3 klassering in het klassement. Maar wat heeft deze man gereden? En wat heeft hij dit toernooi ook kleur gegeven? Jordi van Workum. Die begon voorafgaand aan deze 10.000 meter met een 2e plaats in het klassement. En zakt net buiten de top 3. Dat overkwam meerdere milers. Maar die jongen gaat wel groeien en hij is blij. Staat moeilijk op zijn benen. Kramer deed het in 2008. Verkerk in 66. Maar daarvoor Van der Grift, de grote namen. Maarse Broekman in 1950. Maar ook Langendijk in 1947. Maar een 7 keer pas gebeurde het. Het is in deze eeuw het grootste verschil geworden tussen de nummers 1 en 2 in het klassement. Meer dan 3 punten.